Ze is begin 50 als ze begint te kriebelen om iets anders te gaan doen. Om meerdere regie te pakken, om zelf meer vinger in de pap te hebben. Ze start met haar VA-bedrijf, althans dat denkt ze. Maar ze krijgt andere signalen. Mensen die vragen of dat zij iets anders wil gaan doen in het ondernemerschap. Totaal onverwacht. Maar door intuïtief in te tunen wat ze echt het allerliefste wilde, heeft ze een andere keuze gemaakt. Meer dan 10 jaar geleden kwam ze in aanraking met technieken die ze nu gaat toepassen voor haar nieuwe bedrijf. Welkom, ambitieuze high potential topper. Heel tof dat je er bent. En welkom, Caroline. Dankjewel. Caroline Weemaars. Tof dat je er bent, Caroline. Wil jij jezelf even voorstellen en vertellen wie je bent? Ja. En wat je doet. Ja. Ja. Dan moet ik lachen. Ja, ik ben Caroline Weemaars en ik ben 53 jaar. En ja, wat doe ik? Ik werk op dit moment voor een farmaceutische groothandel. Daar ben ik als buitendienstmedewerker om contacten te leggen met klanten. En wat ik eigenlijk met name in die rol heel erg leuk vind, sorry, is dat we de uitdaging aangaan om verbinding te leggen tussen alle producten en diensten die we hebben met zelfstandige ondernemers. Dus ik merk dat ik gewoon eigenlijk toch wel een link heb met zelfstandige ondernemers of met ondernemers die gewoon ondernemend in het leven staan. Ja, mooi. Ja. En dat doe ik op dit moment, ja. Dat doe je nu en je hebt ervoor gekozen, nog niet zo lang geleden, om te starten met je eigen bedrijf als virtueel assistent. Ja. Weet je nog, voordat je dat besloot om te starten als VA, waar liep je toen tegenaan? Waar worstel je mee? Ja, wat waren je gedachtes? Nou ja, wat mij met name, dat is ongeveer 1 jaar geleden begonnen, dat het begon te worstelen. Ik denk, ik wil wat anders, ik wil wat anders, ik wil wat anders. Om te beginnen vergeet je op een gegeven moment gewoon wat de leuke dingen zijn en de dingen die je aan het doen bent. Omdat je zo geleefd wordt door omstandigheden. En ik weet dat ik op een gegeven moment iets van social media van jou tegenkwam. En de taal die jij sprak, dat resoneerde zo met anders dan de taal die ik zakelijk wel eens hoor gebruiken. Ja. Ik denk, oh, wat mooi wat deze dame heeft opgepakt en aanbiedt. En toen heb ik op een gegeven moment ook gesproken met jouw echtgenoten. En ja, ik dacht eigenlijk gewoon alles wat jullie aanbieden, dat klinkt zo, ja, dat gaat nu een beetje zweverig klinken, maar het is wel zo liefdevol. Ik denk, dit wil ik gewoon. Ik wil me gewoon aansluiten bij deze academie. En ik wil aan de slag als VA. En we gaan kijken wat deze reis mij brengt. En waarom wilde je dat zo graag? Waarom wilde je graag uit Loondienst? Nou, ik denk eigenlijk omdat ik me al besefte dat ik ben nu ook een solistische baan is het. Het is best wel solistisch. Je hebt je eigen werkgebied en je krijgt wel achterban van je organisatie. Maar dat je toch tegen bepaalde dingen aanloopt dat je denkt, dat zou ik anders willen, wat zou ik anders doen? Dus je mist een beetje de regie, zeg maar, dat je zelf... Ik mis de regie en ik mis het gevoel dat je te veel loopt uit te voeren wat door anderen bedacht en gezegd is. En dan denk je, ja, maar op een gegeven moment kom je ook op een leeftijd dat je denkt, dit resoneert niet zo erg meer. Nee, en je hebt er al best wel wat werkjaren op zitten, maar je hebt nog heel wat jaren te gaan. Ja. Ja, ja. We mogen nog heel lang werken. Ja. Dan kun je maar beter iets gaan doen waarbij je ook voelt van, je wil meer betekenen, je wil meer... Ja, de zingeving. Ik miste gewoon, geloof ik, op een gegeven moment de zingeving, dat je gewoon loopt uit te voeren en dat ik denk, wat doe ik het? Wat welke lol brengt het me nu? En het grappige is dat ik heb dan de training bij jou gevolgd. Ik ben nog steeds eigenlijk fulltime bezig in loondienst. Mm-hmm. Daar heb ik ook bewust voor gekozen. Maar het grappige vind ik wel, dat met de tools en de verbindingen die ik met de mensen in de groep heb gemaakt en met jou, dat ik op dit moment veel meer lol ervaar in mijn huidige baan. Maar ook dat ik reacties krijg van klanten die me gewoon echt een glimlach creëren op mijn mond. Ja. Omdat je gewoon merkt dat je op een andere manier verbinding aan het maken bent. Om je een voorbeeld te geven, ik werd vorige week gebeld door een klant die echt helemaal in de rat zat, omdat er iets in haar locatie niet goed werkte. Mm. En het enige wat ik gedaan heb, is geluisterd naar haar verhaal en gezegd, joh, ik hoor wat je zegt, ik begrijp dat er een probleem is, ik ga het intern oppakken en je hoort van me. Mm. En vanaf dat moment voelde je gewoon dat de stress zakte. Nou, toen heb ik intern wat opgepakt en vervolgens binnen het half uur teruggebeld.
En toen werd het ook gewoon met een glimlach naar elkaar van, joh, ze zei, om te beginnen, ik wil niet dat je ooit naar een ander werkgebied gaat, want ik hou echt van jou. En toen dacht ik, dit, hier doe ik het voor, weet je? Ja. Dus ik had het op dat moment, was het probleem nog steeds niet echt opgelost, maar gewoon het besef dat je wist dat er iemand zich gehoord voelde. Ja. En weer even denken, oké, dit is opgepakt, daar gaat aan gewerkt worden, nu kan ik dit weer gaan doen. Ja, dat gaf mij ook een hele grote glimlach op mijn mond. Ik denk, nou, ja. Hier doe ik het eigenlijk voor. Voldoening, hè? Voldoening. Ja. Dat je gewoon even iemand hebt verder op weg kunnen helpen, ja. Maar je zei net ook volgens mij van, goh, je bent gewoon met je werk bezig. En je, volgens mij zei je van, goh, dat je toch weer het plezier, en je had het over plezier... Dat je het gewoon eigenlijk soort van, oké, dit hoort erbij. Je moet werken om geld te verdienen en je doet je ding. Maar stiekem had je toch niet zoveel lol dan dat je eigenlijk had willen hebben. Wacht even, nu snap ik. Dus ik bedoel eigenlijk het plezier, zeg maar. Dat je het plezier een beetje kwijt was ook. Ja, dat was ik wel, ja. Ik was het plezier echt kwijt. Puur omdat ik merkte dat ik me te veel liet leven door allerlei... dingen waarvan ik denk, ja, nee. En dat je dus, dat ik eigenlijk door de inzichten die de trainingen hebben aangereikt en ook de contacten die je met andere dames hebt, dat je gewoon een andere mindset gaat hanteren. Mm-hmm. Ja, mindset, hè? Ja, mindset is key, hè, in het leven. Ja, ja. Eigenlijk, daar draait het echt allemaal om. Dus en, je bent nu in ieder geval beter gaan presteren op je werk. Je hebt er Ja, op zich, want nogmaals, besef ik ook dat het klinkt, ik wil niet arrogant zijn, maar dat ik best wel weet dat ik goed ben in hetgene wat ik doe. Mm-hmm. Maar ik haal er wel meer, het gaat makkelijker, zoals ze het in Engels zeggen, effortless. Weet je, ja, het precies. Gaat soepeler, het gaat vanzelf. Ja, ja. Terwijl ik voorheen wel eens echt back af thuis kom, omdat ik gewoon met mezelf heb lopen struggelen. En dat is gewoon slopend. Ja, dat kost energie. Slopend. Dan lek je energie. Ja, en dan heb je ook weinig energie meer over voor andere dingen in het leven. Ja, dan wordt het meer futloos en trekken en leuren. Ja. En wat toen jij in het VA-schap wilde instappen, ja, je gaat uiteindelijk ga je verder dan VA, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Maar wat was voor jou toen, waar geloofde je in voor jezelf dat je het zou kunnen? Oh, dat is een hele goede vraag. Nou ja, eigenlijk omdat ik ook wel een type ben die... van de dingen die op mijn pad komen, er ook wat van wil maken. Mm-hmm. Ik merkte wel in de verdiepingsslag van de niche en de vaardigheden van het VA-schap, dat ik toen ook al tegen mezelf aanliep. Dat ik dacht, ja, maar dat vind ik helemaal niet leuk. En dat vind ik helemaal niet leuk. En dat vind ik helemaal niet leuk. Dacht ik, ja, maar wat vind je dan wel leuk? Dacht ik, ja, ik vind sales eigenlijk leuk. Ik ben gek op sales. Ja. En dan niet om te verkopen en te verkopen, maar gewoon, ja, wat ik net al aangaf, gewoon helder bij de ander ook op kaart weten te brengen wat bij hem resoneert. En als het dan dat is, dan is het hartstikke leuk dat het gaat lopen. Maar ik wil niet echt iemand iets in zijn maag splitsen. Nee. Dat op zich, ja, heb ik eigenlijk altijd wel plezier gehad in de sales taken die ik in het verleden heb gehad en die ik nu nog steeds eigenlijk heb. Ja, dus je hebt nu nog steeds de verantwoordelijk voor de sales en klantcontact. Ja. Maar eigenlijk voordat je dus de stap naar VA durfde te zetten, dat is vaak wel een drempel voor mensen om het te gaan doen. Ja, had je ook ergens een drempel of een twijfel om het niet te doen? Nee, ik geloof eigenlijk het eerste gesprek wat ik met Dennis heb gehad, ter intake vroeg ik het aan hem. Van joh, wat denk jij? Denk jij dat ik een type ben die aansluit bij het VA gebeuren? Weet je, ik was onzeker en ik zocht op hem even die bevestiging. Hmm. En ik zei tot mijn verrassing, ja, ik denk wel dat het wat voor jou is, alleen niet nu. Want je straalt zoveel plezier uit in je werk. Ik denk, joh, dat moet je nu niet doen. En daar schrok ik van. Toen zei ik, god joh, daar wil ik even over nadenken. Dat had ik helemaal niet gedacht. En toen dacht ik wel, het illustreert voor mij wel weer, ik heb mezelf lopen verkopen. Maar het is niet wat echt mijn vlammetje doet branden om te horen dat ik dit niet moet doen. Want ik wou eigenlijk gewoon weer wat nieuws leren. Ik wou gewoon deze stap maken. Ja. Toen heb ik er een nachtje over geslapen. En hem teruggebeld en gezegd, ik heb goed over je woorden nagedacht. Wat wil ik toch doen? Ik wil toch met de eerstvolgende groep mee. Ja. Want anders ga ik het lopen uitstellen en daar geloof ik niet in. Ik wil het gewoon niet doen. Ja, dus het was voor jou wel toen met name van, goh, past het bij mij? Hè? Dat was jouw vraag aan hem. Ja. En ergens twijfelde je wel van, goh, is dat dan de weg die ik moet inslaan?
Ja, weet je, ik merk gewoon dat er een bepaald patroon bij Caroline wel eens zit, dat ze een onzekere kant laat zien. En dat ze dan in de buitenwereld de bevestiging gaat zoeken van nee, je bent goed bezig. Ja. Terwijl ik diep in mijn hart het eigenlijk wel weet. Ja, ja, ja. Ik eigenlijk wel weet, dit kun je. Dit moet je gewoon doen. Ja. Je leert ja, ik denk dat veel vrouwen daar wel tegenaan lopen. Dat ze diep van binnen wel heel veel weten en vertrouwen hebben. Maar ja, dan komt die onzekerheid toch weer naar boven. En ja, dan moet je je mannetje blijven staan. En dat valt niet mee. Nee. Je bent gestart. Jouw intentie was om te starten als VA. Ja. En dat heeft dus een andere wending gekregen. Wat ook heel interessant en heel inspirerend is. Ik zeg altijd, VA is stap 1, geen eindstation. Bij ons zie je ook veel vrouwen doorgroeien. En de een sneller dan de ander. Bij jou is dat heel snel gegaan. Dat je toch buiten het VA-schap je business wil gaan opbouwen. Wat heeft gemaakt dat dat knopje om is gegaan van, goh, nee, het is toch niet VA. En waarom niet? En waarom dan dat andere wel? Kun je me daar... Ja, dat is eigenlijk ook een traject geweest van jouw hele training. Want we krijgen dan op een gegeven moment de uitdaging en de uitnodiging om marktonderzoek te gaan doen. Mm-hmm. Ja. Dat vond ik ook al een hele drempel. Weet je, dan moet je toch uit je comfortzone komen. En ja, hoe ga je dat brengen? Maar goed, op een gegeven moment ga je dan nadenken. De mensen, de niche die ik had als VA nog redenerend was van, ik wil me voor trainers en coaches aanbieden. Weet je, ik kan me voorstellen, je hebt je focus op je training en op je coaching traject, maar alles daaromheen, daar heb je ondersteuning bij nodig. Dus laat ik me daarop richten. En de afgelopen jaren heb ik best zelf ook wel wat trainers en coaches op mijn pad gehad. Dus ik denk, ik ga gewoon mijn eigen netwerk aanboren. Ja. En ook me daar weer wat kwetsbaarder op te stellen door te vertellen dat ik met iets bezig ben, wat totaal niet echt uit mijn vooropleiding of voorgeschiedenis komt, maar gewoon iets compleet nieuws. En of ze daar aan willen meewerken. Mm-hmm. En nou, dat lukte, dat gebeurde ook. Ze hebben eraan meegewerkt. En eigenlijk van het merendeel die mij kende en bij wie ik mijn verhaal heb gedaan en het marktonderzoek heb gedaan, kwam eigenlijk naar voren van, joh, nou ja, er kwamen opdrachten naar voren, maar niet als VA, maar meer als mede-cursist of een mede-trainer of iemand die ook mee workshops wil organiseren over het onderwerp loslaten. En ook een vriendin van mij die zelf trainer is, die me op een gegeven moment heeft gevraagd om haar te helpen om een proces te begeleiden van een training die ze gaf. Ja, vond ik allemaal heel spannend, maar ik heb het wel gedaan. Ja. En eigenlijk door dat traject ging ik inderdaad beseffen van, als ik nou echt mag kiezen wat ik een keer wil doen, dan wil ik meer eerder voor zo'n groep staan of een één-op-één sessie doen, dan die hele administratieve of die marketing of weet ik wat allemaal regelen. De support bieden en de uitvoerende kant, taak uit handen nemen. Liever de uitvoerende kant in de zin van, zet me maar voor die groep en regel de rest maar voor me, help me daarin. Ja. Dan dat ik eigenlijk zeg, oh, kom maar, ik zal wel voor jou je social media gaan beheren. Of ik zal wel de sales verder gaan tot de diepte in gaan coördineren. Ja. En dat maakte eigenlijk dat ik, op een gegeven moment zei een van die coaches tegen mij, die me ook kent, van, god, leuk dat je zo hier het VA-schap zit te vertellen. Maar jij gaat dat niet doen. Nee. Nou, dus ik ging ook heel erg zitten verdelen. Dat ik die saleskant zo leuk vond. En toen zei ze, het is goed joh. Nou ja, moest het zo zijn dat je toch gaat inzien dat er ook wat anders leuk is. Ik zou het heel leuk vinden om met jou workshops te doen. Over loslaten. Nou, en dan denk je ook, echt? Ja. Nou, dan ga je er ook eventjes over nadenken. Je laat het allemaal bezinken. Maar die heb ik inderdaad begin dit kalenderjaar ook gebeld. En gezegd, ik heb over nagedacht. En ik geloof dat je inderdaad gelijk hebt. Ik zie me eerder als trainer en coach aan de slag gaan over het loslaat. Ja. Dan dat ik me als VA verder in de markt wil zetten. Ja. Dus, ja, je vertelde toen ook van, goh, je hebt de training intuïtief ondernemen bij mij gedaan. Ja, ja. En was het daar, dat er daar een meditatie, of was het op een ander moment dat er een meditatie visualisatie heb je gedaan? En dat volgens mij was het daardoor dat je ineens echt in begon te voelen van, ja, maar ik wil het anders. Ik wil niet VA, ik wil die andere stap. Ja, het is echt een combinatie. Want ik heb dat intuïtief ondernemen ben ik nu voor de tweede keer aan het doen. Ja, heel goed. Frequenter. Ja. In alle eerlijkheid, ik merk ook dat ik een type ben. Ik heb afgelopen najaar, we zijn in september begonnen met jouw training, dat ik het allemaal best wel rush tussendoor. Dus ik was ook af en toe echt back off. Omdat ik moet. Maar na die tweede live dag dacht ik op een gegeven moment, ho, rustig. Je gaat het nu echt een stuk rustiger aanpakken.
En je pakt het wel weer een keer op. En nu dat ik eigenlijk consequenter met het intuïtief ondernemerschap ben gestart, merk ik dat ik daar ook veel meer mijn ware vlam laat branden, om het zo maar te zeggen. Ja, en die ware vlam, wat is dat? Is dat, waar komt dat vandaan? Die ware vlam, wat is het? Ik denk dat het een soort, ja, je hebt er verschillende namen voor, maar ik denk dat het de ware vlam is dat je gewoon durft te volgen wat jou echt intens gelukkig maakt aan de binnenkant. Precies. En niet dat je de buitenkant loopt te pleasen. Precies, ja. En dat doen we heel vaak onbewust. Door alles wat we mee hebben gemaakt in het leven, daar ontwikkelen we patronen voor. En beschermingsmechanismen. Alle laagjes die we om ons heen hebben, alle conditioneringen van alles wat we mee hebben gemaakt in ons leven. Dan denk je dat dat allemaal zo hoort en zo moet en niet anders kan. Terwijl als je leert al die laagjes af te pellen. Ja, ja. En je komt steeds dieper bij wie je echt bent en je essentie. En wat je hier heel graag wil doen. En waarom dat zo belangrijk is voor je. En waar je hart van in de fik vliegt, hè? Ja. Dat is je vuur. Dat is je passie. Dat is je drive. Ja, dan ga je echt sowieso ontzettend veel geluk van binnen ervaren. Want dat is die innerlijke rijkdom. Die rijkdom aan spullen en die rijkdom aan materialen en alles maar veel en groter. Ja. Maar rijkdom zit hier in voldoening. Ja. En die weg daar naartoe, het filteren, al die laagjes afpellen, dat is een proces. Ja. Nou ben jij daar al jaren mee bezig. Gaan we het zo nog even over hebben. Maar dat is natuurlijk, het blijft altijd een uitdaging om die laagjes los te zien van wat het ego wil, wat je overlevingsmechanisme, je beschermingsmechanisme, je innerlijke criticus, wat die tegen je zegt wat je moet doen of eigenlijk wil doen, terwijl het helemaal niet diep van binnen zo is. Mm-hmm. Om dat onderscheid te gaan maken. Ja. En daarom sta ik ook echt voor dat intuïtief ondernemen, dat als je steeds beter leert luisteren naar die intuïtie, die fluistert, wat Caroline zo graag wilde. Nou, en wat kwam eruit? Wat was dat voor jou? Want ja, dat inderdaad door die marktonderzoeken ondernemers dan mensen tegen jou zeggen, goh, ik zou wel met jou samen willen werken. Ja, ja, ik geloof dat het universum dan teken op je pad geeft. En dat is niet voor niks. Niks is zonder reden. Ja. Daarnaast had je natuurlijk dat inzicht door die intuïtieve ondernemer van, goh, hey, volgens mij ligt mijn roeping ergens anders. En toen kwamen die twee samen. Ja. Ja, dus wat is dat? Sorry, wat is een specifieke vraag, dat dan? Nou ja, dat was gewoon even een conclusie van hoe jouw pad daarin is geweest. En ik denk dat dat voor de luisteraars en de kijkers ook heel inspirerend is om meer bewust te worden van je gedachtes, van je gevoelens. En dat daar werk ligt om te ontdekken wat je werkelijk wil. En dat dat niet zomaar voor het grijpen ligt. Het is echt een proces. Het is echt een proces. Ja, het is, want wat voor de hand ligt, wat je vaak denkt van, oh, dan is het dit. Ja, dat is te veel aan de oppervlakte. Het ligt veel dieper. En jij bent daar heel snel achter gekomen. En ik zeg heel vaak van, goh, degene die willen starten als VA en later willen doorgroeien. als ze willen doorgroeien, dan is het vaak omdat ze nog een hele grote nieuwe stap willen zetten met heel veel nieuwe kennis. Nog willen opdoen en ervaring. Jij hebt al, je zei 10 jaar geleden, ben jij begonnen om je te verdiepen in loslaattechnieken en release technieken. Mm-hmm. En daar wil je dus nu iets mee gaan doen. Kun je daar wat meer over vertellen in, hoe is dat toen voor jou 10 jaar geleden begonnen? Hoe ben je daar terecht gekomen? Dat vind ik ook echt een heel leuk verhaal. Ja, ik werkte in 2011. Nou, ik denk maar in 2011. Kreeg ik een boek in mijn handen, Kun je een rups leren vliegen? Het is trouwens nog steeds, ik denk, Danielle, bij deze, je krijgt hem van me, van Jan Bommeree. Dat boek, dat heb ik echt verslonden. Althans, ja, je mag het niet al te snel, je mag van alles. Maar in ieder geval, dat boek heeft me zo geraakt, dat ik eigenlijk alle boeken van Jan Bommeree ben gaan lezen. Oh, mooi, ja. Dat was zomer 2011. En in het najaar, in een van de boeken schrijft Jan eigenlijk ook dat het de kracht is dat je je mind, je hoofd af en toe rustig krijgt. Dat je gewoon de gedachten niet per se allemaal klakkeloos loopt te geloven, maar dat het de kracht is om gewoon rust te ervaren. En dan beschrijft hij allerlei technieken waar je in geholpen kunt worden om dat te bereiken. Nou, en toen heb ik een soort marktonderzoek voor mezelf zitten doen. Heb ik dat allemaal lopen uitpluizen van wat is dat dan? En
hoe gaat dat dan en waar kun je dat dan volgen? En toen bleek dat er een van die technieken, dat heet de release techniek, die kwamen een weekend naar Amsterdam, begin 2012. En toen heb ik daar verder op zitten doorgoogelen. En toen kwam ik op een gegeven moment in contact met een Nederlander die ook eigenlijk als een soort verwijzing over die techniek voor Nederland aanspreekpunt was. Die man had ik gebeld. En die zei, als je de gelegenheid hebt om dat weekend bij te wonen, is het dus het mooiste cadeau wat je aan jezelf en je omgeving kunt geven. Dat moet je doen. Ja. En dat heb ik gedaan. Ja. En ik kan alleen maar zeggen, het klopt. Ik heb geen seconde spijt gehad dat ik daar een weekend naartoe ben geweest. Er zijn echt hele mooie vriendschappen ook uit naar voren gekomen. Terwijl je kent elkaar eigenlijk niet vanuit de materiële wereld. Want al die dramaverhalen van wat maakt dat je hier nou zit en wat heb je allemaal bereikt in het leven, daar gaat het allemaal helemaal niet om. Maar goed, ik heb dus toen de release techniek geleerd. En ook een van de dingen die op een gegeven moment volgden. Ze kwamen elk jaar voor een weekendje naar Amsterdam. En mijn mindset zei ook van, nou, je weet nu hoe het werkt. Je hoeft er verder nu niks aan te doen. Dus als ze dan iets voorstelden van een vervolgcursus, dacht ik, nee, dat hoef ik niet. Ik kan het wel. Ik weet het wel. Mm-hmm. Nou, en in 2014 waren ze dus, voor mij was dat derde weekend, waren ze er wederom. En toen werd er verteld dat ze wel eens cursussen gaven van een week of 9 dagen. En allemaal in Amerika. Maar mijn mindset zei ook van, joh, dat kan ik helemaal niet betalen. Ik heb de tijd niet voor. Dat gaat niet gebeuren. Maar toen heb ik me wel een keer aangemeld voor zo'n teleconference. Dat je eigenlijk via de telefoonlijn of via zo'n internetlijn wel een cursus kunt bijwonen. En omdat het meestal ons in de avonduren is, sloot het ook allemaal heel erg mooi aan. Mm-hmm. Dan heb ik een keer zo'n cursus gedaan. En toen had ik een 1-op-1 sessie met een van de teachers, zoals ze zich noemen. En die zei toen tegen mij van, je zou een keer een retreat van 9 dagen of van 7 dagen moeten doen. Ik zei, ja, maar mijn mindset zegt, dat kan niet, dat is in Amerika, dat kost te veel geld, kost tijd, dat kan ik allemaal niet. En toen zei hij, ja, maar we komen ook naar Europa. En we hebben een locatie in Engeland. En dat gaat waarschijnlijk niet door. Dus we zijn op zoek naar een locatie in Nederland. En toen dacht ik, nou ja, echt Daniel, dat snap je dan. Is het een toeval, hè? Ze komen gewoon naar Nederland. Dus ze zijn eigenlijk tot aan het begin van eigenlijk 2019 elk jaar voor een week naar Nederland, voor 9 dagen naar Nederland gekomen. Ja, je snapt dat ik ze allemaal erbij gewoond. Oh, wauw. Vrije dagen gewoon. Dus op dat punt ben ik wel gaan inzien. Het is net zoals ik het straks tegen je zei. Het is een soort sportschool. Je gaat naar de sportschool en je doet wat oefeningen. En dan denk je, ja, nee, nou weet ik het wel. Hoe ik mijn buikspieren moet trainen. En als ik er een keer aan denk en ik trek ze aan, dan gaat het ook goed. Maar in alle eerlijkheid. En vervolgens ga je niet meer naar de sportschool. En vervolgens ga je niet meer naar de sportschool. En die buik blijft zoals die was. Ja. En zo ervaar ik het nu ook eigenlijk wel met het loslaten, met de release-techniek. Ja, het is voor mij, het moet resoneren. En dit resoneert voor mij heel erg. Ja. En voor de mensen die release-techniek niet kennen, wat is de reden dat jij wilde leren dingen loslaten? Want het gaat over mindset. En dingen loslaten in je mindset. Had je iets heel specifieks wat je graag wilde loslaten? Nou, ik denk dat wat je daarnet ook al aangaf, dat het, ik kom uit een heel liefdevol gezin. Ik ben ook een type persoon dat als je iets tegen me zegt, ik geloofde het klakkeloos. Terwijl ik nu tegen alles en iedereen zeg, wat ik je ook vertel of wat ik ook met je deel, geloof het niet klakkeloos. Zoek voor jezelf uit of het ook voor jou resoneert, dat het waar is. Maar om een voorbeeld te geven, ik vergeet nooit dat mijn moeder die vond het liedje van Barbara Streisand en Neil Diamond, You Don't Bring Me Flowers, vond ze een prachtig liedje. Dat zet ze een keer keihard in huis. En ik hoor haar zeggen, dit zijn de beste zanger en zangeres van de wereld. En Caroline heeft dat plaatje opgeslagen en die is naar school gegaan. En die heeft aan haar vriendinnen lopen vertellen dat de beste zanger en zangeres van de wereld zijn. Barbra Streisand en Neil Diamond. Andere kinderen keken me aan van, wat zeg jij nou allemaal, wat een onzin. Maar voor mij was dat gewoon de waarheid. Ja. Nou, en dit geeft al aan dat je op een gegeven moment met jezelf in conflict komt als je zo in de wereld staat. Want je ziet allerlei dingen en je denkt, ik weet het niet of dat klopt. Ja. En nogmaals, het is eigenlijk gewoon gaan inzien dat alles wat we geleerd hebben aan conditioneringen, aan normen en waarden, het is op tot bepaald niveau erg goed dat we dat hebben, maar je hoeft jezelf er niet mee te identificeren. Nee, precies. En ook de eerste weekend in Amsterdam zei de toenmalige teacher Chris tegen me, op het eind van die sessie van het weekend moesten we opschrijven wat het weekend ons gebracht had op een A4'tje. En dat doe ik keurig en ik vouw het op en ik geef het zo aan hem. En toen kreeg ik ook als reactie van, you're still a closed person. Ik denk, hoezo? En toen zei hij, alleen al door het feit dat je het papiertje vouwt.
Weet je, je durft je ware aard, je durft gewoon alles om niet te laten zien. Maar wat kan er gebeuren? En toen dacht ik, oh ja. Dus ook non-verbaal. Non-verbaal, ja. Zeg meer dan verbaal. Ja, ja. En ook de eerste jaren dat ik dan zo'n weekend in Amsterdam heb bijgewoond, ik heb het aan niemand verteld. Omdat ik dacht, ja, wat zullen ze wel niet van me denken? Ja. Terwijl nu, zoals je merkt, deel ik het gewoon. Ja. Omdat het gewoon echt mijn leven zo heeft geopend op een hele mooie, liefdevolle manier. Ja, wat, wat heeft het je nog meer gebracht? Ik haal meer vreugde en plezier uit de dingen die ik ervaar en doe. Ik vind ook dat ik ervaar ook de reacties uit mijn omgeving op een andere level. Mm-hmm. Je merkt ook dat er wegen scheiden, hè? Dat er mensen zijn die, die van je pad afgaan. En dat kan ik ook prima accepteren. Ja, het is gewoon zo. Ja, alles, er is niks blijvend in het leven. Het is allemaal de basis. Nee. Dus als ik dusdanig veranderd ben en dat mensen denken, nou, dat resoneert wat minder. Ja, dan is het wederzijds mogelijk ook wel, ja. Je hebt je bewustzijn, heb je veel sterker ontwikkeld. Waardoor je veel beter kan relativeren en ook weet hoe het leven in elkaar zit. En berusting kan vinden in de dingen die gebeuren. Ja, vind ik een hele mooie samenvatting. Ja, ik geloof dat als je het mij vraagt, van, goh, de sleutel tot succes in het leven. Ja, voor mij is dat bewustzijn. Weten hoe alles in elkaar zit. Dat je nergens bang voor hoeft te zijn. Dat je heel bewust bent van goh, wat wil je echt en wat zegt je innerlijke criticus tegen je, wat zeggen anderen, wat betekent dat dan, hè? Want vaak trekken we dat onszelf aan terwijl dat alles zegt over die ander. Dus als we het dan hebben over vanuit jouw jeugd, dat is de waarheid. Wat is echt de waarheid? Iedereen heeft, er is niet één waarheid, de enige waarheid die er is de eigen waarheid in jezelf. En als je hoe meer je bewust bent, hoe beter je dus bij je eigen waarheid komt. Ja. Ja. Dat is het. En dat is zo simpel gezegd, maar het is echt een heel proces. It's a never ending story. Een hele mooie reis die nooit stopt. Ja. En waarin je steeds verder ontwikkelt. En mooi. Nou, wat je nu zegt, het woord ontwikkelen. Een van de eerste plaatjes wat ook Jan Bommerich gaf in Nederland en in België. Dat zei ze ook regelmatig. Loslaat workshops voor een dag. Maar de eerste heb ik ook eigenlijk allemaal wel zoveel mogelijk trachten bij te wonen. Maar die geeft dan op een gegeven moment ook, we maken met elkaar het leven vrij ingewikkeld. Weet je, we wikkelen echt allemaal laagjes om. En het is eigenlijk de uitdaging om jezelf te ontwikkelen. En dat is niet iets wat je een keer doet. Het is een ongoing proces. Dus ontwikkel jezelf en laat gewoon jezelf openbloeien. Ontpoppen, hè? Ontpoppen. En klap op als een vlinder en al je innerlijke schoonheid zien. Mooi, Carolien. Ja. En als je dus niet in het VA-schap had gestapt, ook al was het maar even met een teen erin, maar dan was je hier waarschijnlijk niet gekomen. Nee, nee. Nou, en wat ik snel, ook even... Tenminste, laat ik zo zeggen, nou, dat klopt natuurlijk niet wat ik zeg, maar nu heeft het proces doen versnellen, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Ja, en ik heb ook een mindset gehad, mag je best weten, dat ik op een gegeven moment dacht, ik heb de verkeerde keuze gemaakt. Want je voelt het borrelen en je zegt, nee, ik ga het echt doen, het VA. Ja. En je hebt ook, ik heb echt een superleuke groep hadden, want op een gegeven moment dan hoor je ook van mensen die dan toch besluiten om het proces met een andere groep te laten aansluiten. Ja. Omdat het nog niet allemaal in hun time en tijdslijnen paste. En dan denk je, oei. Ik heb echt de verkeerde beslissing genomen. Ik werd zo enthousiast ook eigenlijk van de gelijkgestemden in onze groep. Ja. Ook al waren er dan bij die 3 stappen of 10 stappen sneller waren in echt het doorontwikkelen als VA. Ja. Maar gewoon ook de anekdotes, de ervaringen. Op dat punt maakt het niet uit of je nou als VA aan de slag gaat of in welke fase je zit van je ontwikkeling. Maar ik vond gewoon zo'n dagen met die gelijkgestemden en met jou bij elkaar zijn. Ja, joh, dat waren de mooiste cadeautjes. Ja, ik mooi, hè? Echt zo inspirerend. Ja, mooi. Ja, weet je, in elke groep zitten er wel VA's die de potentie hebben om door te groeien. En ik denk dat uiteindelijk heel veel vrouwen de potentie hebben om door te groeien. De vraag is of dat ze dat willen. Maar ik zeg altijd, VA is stap 1, maar geen eindstation. En zeker ook omdat de stap naar het ondernemerschap zetten best wel
groot en zwaar is. En VA is vaak wel van, oh, dat kan ik dan nog wel, weet je wel. En dan heb je stap 1 gezet en vervolgens heb je de smaak te pakken en komen er dingen op je pad. Ja, en zo, daarom begeleid ik vrouwen hier ook bij, vanaf de stap naar het VA tot daarna, hè, de voor en daarna. Omdat het gewoon zo'n mooi groeiproces is. Bij jou is het heel snel gegaan. En jij gaat hier nu mee verder. Hè? Dit is wat jij, de richting die je op wil. En ja, weet je, je hebt er al meer dan 10 jaar ervaring in opgedaan. Dus dat is prachtig om dat nu in te gaan zetten. En, en anderen die starten als VA en die gaan eerst meer kennis en ervaring opdoen. En merken dan dat ene ding wat ze doen zo leuk is, dat ze dan op een hoger niveau daarin gaan ondernemen. Dus dat, ja, dat is gewoon zo, zo mooi. Het is een weg die je kan alle kanten op. En de basis van het ondernemerschap is voor iedereen gelijk. Maar er zijn wel genoeg mensen die gaan ondernemen die geen basis leggen. En die zijn een beetje aan het fladderen. En jij weet nu, ondanks dat je dan nu een volgende stap maakt, maar je weet wel wat je moet doen. Ja. Ja, en ik heb ook gewoon voor mezelf die tijdslijnen uitgezet. En denk, we zien, ook al heb je daar geen zekerheden in. Maar ook daarin denk ik, ja, het is goed. Het is gewoon mooi om dat proces te zien. En ook om nog verder te volgen met de andere VA's. Weet je, we hebben dan een aantal WhatsApp-groepjes. Dus het is gewoon leuk om elkaar daar ook in scherp in te houden. Ja, precies. Mijn buddy en ik streef er toch naar om contact te houden. Want ook daarin merk je, als je op een gegeven moment een beetje laat verslompen, dan valt het stil. Dan ga ik gewoon weer door, zoals ik altijd bezig was. Terwijl die incidentele contacten maken. Want ik denk, oké, wat wil ik de komende weken of de komende maand nog bereiken in de vervolgstap? Ja, precies. Nou, en zo... Ja, zo zijn we lekker bezig. Ja. Hey, en we hadden het er straks over, voordat we natuurlijk de podcastshow gingen opnemen. Van goh, je had nog een vraag op met betrekking tot om bij je intuïtie te komen, geloof ik, hè? Jij was nog nieuwsgierig naar hoe kom je daar nu? Of hoe filter je dat? Je bedoelt tot aan je intuïtie te komen? Ja, jij had toch een vraag die jij mij wilde stellen. Ja, nou die vraag die ik, wat ik eigenlijk inderdaad, wat mij boeit om een of andere reden is, je ziet mensen die gaan het dan op een gegeven moment echt maken in het leven. Die zijn gewoon succesvol. Mm. En die stromen dan lekker door. Hè? En dan op een gegeven moment, dan lijkt het, komt het bij mij over dat ze intuïtie niet meer echt volgen, maar dat ze door hun ego geleid worden. Ja. En ik weet niet hoe jij dat ervaart en ziet, maar dan denk ik wel, wat hebben we nodig om dat te zien voorkomen, dat die ego alsnog met je aan de loop gaat. Ja, ja. Ja, dat was een hele goede. Ik been there, done that. Zelf ook mee te maken gehad. Kijk, het pad naar succes bereik je door heel dicht bij jezelf te blijven. En succes zakelijk, maar ook privé. Heel dicht bij jezelf te blijven. Wie ben je? Wat wil je? Wat vind je belangrijk? Waar verlang je naar? Dat is echt die hele zachte stem in je die fluistert. Dus je moet veel stil zijn, veel bezig zijn met wat gaat er in mij om? Wat is dat? Wat komt dat vandaan? Is dat de waarheid? Is dat niet de waarheid? Nou, oftewel, we hebben te maken met de fluisterende stem van je intuïtie, waar je waarheid zit. En ego, innerlijke criticus, overlevingsmechanisme, die je ook heel duidelijk in je hoofd aanwezig zijn. En ik ben het pad ook een keer daardoor kwijtgeraakt, doordat mijn ego zei, oh, als je dit kan, let op mijn intonatie van mijn stem, dan kun je dat ook. Ja, want dat ligt heel dichtbij en ga dat maar doen. Want dan kun je nog meer mensen helpen en dat is fantastisch. Wat dus niet heeft gezorgd dat het ook is geslaagd. Terwijl toen ik stappen zette in het begin van mijn ondernemerschap, was het van, oh, dat lijkt me wel leuk. Ja, het lijkt me wel spannend. Maar het lijkt me wel fantastisch als dat zou slagen. Dat zou ik wel echt diep in mijn hart, zou ik dat stiekem wel heel graag willen. Maar weet je, we gaan het gewoon proberen. Oké, we zien wel. Nou, zo. Je hoort al het verschil in de stem. Ja. En als je dan succes bereikt, dan denk je, wauw, en dan ben je trots op jezelf en... En dan komt eigenlijk ook alweer, hè, dan heb je zelfvertrouwen, maar dan komt toch heel sneaky, want het ego is echt heel sneaky, om de hoek kijken, omdat je dan stiekem toch een beetje gaat roemen met je trots. Hè? Omdat je bent daar trots op en je mag er ook echt trots op zijn. Maar ja, zeker als we het dan hebben over monniken. De monniken zeggen, blijf, je moet nederig blijven.
Dus niet te veel gaan met de eer gaan strijken en niet dat je dat per se doet. Maar nederig blijven is best wel een uitdaging. Omdat, ja, je bent dan trots dat je iets hebt bereikt, toch? Want dat is best wel een opgave. Ja. Dus de scheidslijn tussen ego en intuïtie is heel dun. En daar gaat het dus vaak mis. Dus als je mij vraagt, hoe had je dat kunnen voorkomen? Hoe kun je het voorkomen? Door nederig te blijven, door jezelf eigenlijk ook met regelmatig even zo klein te maken als dat je je ooit hebt gevoeld. Mm-hmm. En door heel veel ook stil te zijn. Want de moment, toen het bij mij daarin fout ging, toen ben ik volgens mij... Fout. Ja, ik vind het ook geen fout. Het is een levensles. Mm-hmm. Hè? Toen ik die les mocht leren, ja, toen was ik... Ja, nu zou ik kunnen zeggen van, goh, weet je, nu kan ik het. Omdat ik er tegenaan ben gelopen. En nu weet ik ook waarom het fout is gegaan. En zal ik ook steeds dicht bij mezelf blijven van, is dit echt wat ik wil? Hè? Los van alles, los van als alles mogelijk is, als niks er te doet, als tijd geen rol speelt, als geld geen rol speelt, is dit dan in de diepste van je ziel wat je wil doen? Is dit waar je hart van een enorme sprong van maakt? Dus als je mij vraagt, hoe kun je dat voorkomen? Nederig blijven. Dus ook al ben je trots, maar je dan ook alweer even zo klein te voelen als dat je misschien ooit hebt gevoeld. En veel stil zijn, mediteren, visualiseren. En echt aan jezelf te vragen, is dit wat ik echt wil? Ja. Dus ja, en ik geef dit mee. En ik hoop hiermee anderen heel erg te kunnen inspireren. En het is niet zo dat ik dan daardoor voorkom dat ze ergens tegenaan gaan lopen. Want als dat zo is, ja, dan is dat toch de les die ze moeten leren. Ja. Maar wel... steeds jezelf af te vragen met een kop thee of een kop koffie, in het zonnetje te gaan zitten mijmeren. Is dit ook echt wat ik het allerliefste wil? En ik denk dat als je die vraag regelmatig stelt, dat het dan makkelijker is om daar dichterbij te blijven. Ja. In plaats van te kiezen voor... Want je ego heeft dan vaak een makkelijke weg voor je. Als je dit doet, dan kun je dat heel snel neerzetten. Noem maar even iets of wat dan ook. Dat lijkt het makkelijk. Het lijkt makkelijker, maar vervolgens is de weg moeilijker en duurt langer. Ja. Ja. Is dat voor jou, heb je er een beetje beter beeld bij nu van hoe dat je daar dichtbij blijft? Ja. Nou ja, om te beginnen geloof ik niet dat ik al zover ben dat ik inderdaad zo'n ego ben van een succesvol bedrijf. Ik zie mij eens, maar het is een patroon dat ik me ook wel afvraag. Want die dames en heren gaan ik ook een keer, dan denk ik, zichzelf wel een keer tegenkomen. Waarvan ik me realiseer dat het mediteren en het intuïtief ondernemen waar jij naar verwijst. En het is zo belangrijk om dat veel meer te integreren in plaats van het kapitalistische denken. Wat we toch wel steeds meer om ons heen herkennen en zien. Ja. En oké, kijk, die ouderen, dat is dan misschien qua bereik wat anders. Maar ik hoop dat we onze jeugd en als moeders ook onze kinderen kunnen meegeven dat er meer is dan wat we nu eigenlijk om ons heen toch vaak zien gebeuren. Ik merk ook zelf door mijn loslaattechniek, dan ben ik met mezelf in de weer. Maar dat dochterlief, eigenlijk mijn spiegel in huis ook, is heel sterk. Als ik denk van jeetje, dan denk ik nee, het is niet. Het is zij niet. Het is gewoon mijn reflectie die ik in haar zie. Ja. Ik moet zelf even aan de slag. Ja, ja. Ja, en, dat kinderen spiegelen inderdaad. En dan als je als ouder moet je dat wel gaan leren zien. Want heel veel ouders zien ook niet dat het, wat iemand zegt, denkt of doet, alles zegt over zichzelf in plaats van over de ander. En dat is dus bewust zijn van wat gebeurt er nu? Wat speelt er nu? Ja. Nee, dus, mooi. Je gaat een mooi nieuw pad in. Je hebt al mensen die met jou heel graag willen werken. Je blijft jezelf verder ontwikkelen, want dat doe je ontzettend graag. Ja. Wat is jouw grootste droom als we het hebben over je diepste verlangen? Wat zou je... Nou, wat ik ook... Waar wil je heen?
Nou, wat ik eigenlijk hoop te bereiken is, we zitten ook in een wereld dat ze het dan hebben over alles wat er speelt. Je pensioen, en ik moet er nog wel eventjes. Maar ik denk, joh, ik wil eigenlijk niet eens denken zo aan mijn pensioen. Ik wil gewoon iets doen, onafhankelijk van mijn leeftijd, ja, waar ik door mee kan gaan. Ja. Ik heb mensen in mijn omgeving gezien die relatief vroeg op pensioen konden gaan. Een vriendin van mij, die was 51 en die ging op pensioen. Nou, ik kan je vertellen, ik heb niet in, dat ze er echt heel veel gelukkiger van geworden is. Dus ook daarin weer besef ik dat over een aantal jaren is dochter lief het huis uit. Dan denk ik, joh, ik wil gewoon iets doen waar ik echt elke dag met plezier vooruit mijn bed kom. Ja, precies. Los van de verplichtingen en de verantwoordelijkheden die ik heb. Ja. En dus waar ik echt blij van word is, ja, ik zou het gewoon echt heel erg kicken vinden om gewoon, ja, op een gegeven moment een omgeving te hebben waar ik mijn loslaattechniek en alles wat ik door de jaren heen heb geleerd mag doorgeven en mag meegeven. En dat mensen me daarvoor ook weten te vinden en te benaderen, ja. Ja, mensen meer leren bewust te worden en, ja, en dat ze zelf in de regie zijn over, ja, wat er in hun omgaat en dat ze daardoor meer voldoening ervaren in het leven. Zoals, nou, wat je zegt, ook voldoening heeft gegeven. Ja, ik vind eigenlijk vooral een stukje eigen verantwoordelijkheid nemen. Stop met slachtoffer te zijn, maar neem gewoon je verantwoordelijkheid. Ja, en dat is sowieso. Ja. 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 Nou, supermooi. Mooie doelen. Ja, prachtig, kan niet anders zeggen dat het heel mooi is wat jij te geven hebt, waar jij anderen weer bij mag gaan helpen. En ga vooral door en blijf vooral op het pad van je intuïtie, die fluisterende stem van wat je ontzettend graag zou willen. Hè, ja. Dat gaat je in ieder geval sneller dichterbij brengen waar je uiteindelijk wil zijn. Ja. Ja. En wat wil jij vrouwen nog echt meegeven waarvan jij vindt dat dat helpt om een doorbraak te krijgen? Nog iets waarvan je zegt, nou, dat heb ik eigenlijk nog niet benoemd, maar het is toch nog wel even belangrijk dat ik dat zeg. Nou, ik vind eigenlijk het belangrijkste wat voor iedereen geldt, is als het stemmetje in je hoofd bepaalde dingen zegt die jou kleiner laat voelen en onzeker maakt, sta er dan even bij stil en besef dat je dat stemmetje, daar hoef je niet naar te luisteren. Weet je, draai het om. Ik geloof dat ik eigenlijk het met name het leuke vind als ik zie dat je in je gesprekken met mensen, dat ze op een gegeven moment een knop omzet en denken, oh ja, maar het kan ook anders. Nou, dat wil ik eigenlijk iedereen van harte aanbevelen. Dat wat dat stemmetje ook in je hoofd zegt, draait een keertje om. Ja, dus de negatieve stem in je hoofd waar je last van hebt omdraaien. Ja. Zodat je positieve kracht eruit haalt om door te gaan. Ja. En dat mensen moeten weten dat ze niet hun gedachten zijn. Je bent niet je gedachten, je hebt ze. Nee. En ook iets wat ik zelf eigenlijk heb mogen leren is, ik was ook een type die altijd dacht, ik moet het allemaal zelf doen. Ik heb geen hulp nodig. Ik trek mijn plan wel. En op een gegeven moment komen er dingen in je leven waarbij je toch denkt, help, dit kan ik niet in mijn eentje. En dan stel je die hulpvraag. En dan is het ook eigenlijk hartverwarmend als je dan ziet dat mensen gewoon blij zijn dat ze je kunnen helpen. Ja, ja. Gun dat ook. Weet je, denk ook, als ik dan mezelf denk, gun het gewoon ook anderen om je te laten, om je te helpen. Ja, ja. Want je helpt elkaar daarmee. Ja, precies. Uiteindelijk willen we allemaal elkaar helpen. Ja. Ja, ja. Mooi. Hey, ja. Caroline, dank je wel voor je inspirerende woorden en je inspirerende verhaal om anderen te inspireren. Ook het maximale uit zichzelf te halen, alles eruit te halen wat erin zit en echt hun hart te gaan volgen. Ik wens jou heel veel succes met alle stappen die je nog zet. We houden natuurlijk uiteraard contact samen. Hè? En als luisteraars en kijkers jou nog ergens willen vinden, ben jij dan ergens te vinden op social media? Ja, nee, ik zit op dit moment gewoon op LinkedIn. Ja. En het meest handige is dat ze me zouden bellen. Dus ik kan je mijn telefoonnummer geven. Dan denk ik dat het makkelijkst is om even connectie te maken op LinkedIn met jou. Ja, ja, dat lijkt mij het meest handig. Nou, daar ben ik hartstikke leuk op te vinden. Ja. Dus Caroline Weemaas met M-A-E-S. Ja. Yes. Nou, ja. Helemaal goed. Dankjewel en heel veel succes. Dankjewel. Super tof dat je tot hier bent gekomen in het bekijken of het beluisteren van deze podcastshow. Wil je meer van mij weten? Ga dan naar mijn website danielleleuvering.nl of volg mij op social media @danielleleuvering.
Vond je dit tof? Like en abonneer dan. En heel graag tot de volgende aflevering.